Dit programma loopt in samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum. Dag kijkers, het stigma dat AIDS-patiënten krijgen opgekleefd inspireerde Hilde Eynekel tot een bijzonder spannende thriller. Daarin wordt de computer gehackt van het Tropisch Instituut, worden patiënten afgeperst en zelfs kinderen ontvoerd. Het spoor leidt naar het Heilig Graf Instituut in Turnhout. Daar trekken wij straks ook naartoe met de schrijfster. Eerst gaan we naar een andere school. Naar het college van Herentals. 100 jaar geleden zat daar een jonge man in de schoolbanken die zou opgroeien tot een gevierd schrijver. Ernest Klaas zat zelfs op kot in deze stad en dat leverde uiteraard ook een boek op. Stefan Brijs heeft weer een literaire plek gevonden. Wie Ernest Klaas zegt, denkt aan de Witte van Zichem, een van de bekendste Vlaamse klassiekers. Dat verhaal speelt zich af in de geboortestreek van de schrijver. Maar het is niet toevallig dat er ook in Herentals een straat naar hem genoemd is. Klaas deed hier zijn middelbare studies van 1898 tot 1905. In een aantal boeken komt hij daar later op terug. Eén daarvan is Studentenkosthuis bij Fien Janssens. Klaas was een eenvoudige boerenzoon. Zijn vader stierf toen hij amper 10 jaar was. Meteen na de lagere school ging hij werken in de drukkerij bij de paters van Averbode. Die merkte al snel dat Nest geen domoor was en stuurde hem naar het college in Herentals. Tijdens het schooljaar verbleef hij op de bovenrij. Hier stond het huis van Fien Janssens, een hoedemaakster die ook studenten huisvestte. Studentenkosthuis bij Fien Janssens geeft een mooi beeld van hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging op een doorsnee middelbare school. En bij momenten laat Ernest Klaas ook diep in zijn ziel kijken, zoals in dit fragment. Mijn vroegere jeugd thuis had van mij een dromer, een piekeraar gemaakt. En het werd hier niet beter. Ik leefde in een stil op mezelf dat als een muur tussen mij en mijn kameraadje stond. En de inwendige onrust die mij mijn leven lang zou bijblijven, kende ik reeds als kind. Altijd over iets bezorgd, alsof er iets ergs met me zou gebeuren op een onverwacht ogenblik. Aan het zoeken, aan het prakkezeren over ik wist niet wat en waarover ik nooit met iemand sprak of spreken kon, was ik van toen af onderhevig aan vlagen van neerslachtigheid en weemoed. Het college was een hoog, streng gebouw in rood-grauwe baksteen door een ijzeren hek van de straat gescheiden. Tegen de gevel onder de bovenramen was een lange zwarte plank aangebracht waarop een vergulde letter stond: College Patronné. In die tijd werd er lesgegeven in het Frans. Slechts enkele vakken waren in het Nederlands. De jonge Klaas had het daar bijzonder moeilijk mee en jaren later wond hij zich daar nog altijd over op. Ik voelde het onrecht dat me aangedaan werd, al kon ik er nog geen woorden voor vinden. In een campuscollege in het hart van Vlaanderen kon een Waal die 2 jaar jonger was dan ik, die geen woord Vlaams kende, in een hogere klas opklimmen. Dus vroeger zijn humaniora beëindigen, terwijl ik naar een lagere afdeling moest. Alleen omdat hij Waal was en ik Vlaming. Op dat ogenblik ben ik Flamingant geworden. In het archief van het college zie je Ernest Klaas nog op een paar oude klasfoto's. Het kwam toch nog goed met zijn studies. Hij blonk uit in verschillende vakken en won meerdere prijskampen. Na zijn humaniora trok hij naar Leuven om er Germaanse talen te studeren. Zijn leven lang hield de schrijver contact met zijn vroegere school via brieven en als lid van de Oud-Studentenbond. Hij bewaarde goede herinneringen aan zijn tijd hier. Herentals heeft mij de campusse ziel in haar primitieve schoonheid leren kennen. Mij in zich opgezogen, mij campenaar gemaakt. Het is mij als een tweede geboorteplaats geworden. En zoals aan zijn college, denk ik eraan terug met liefde en vertedering.
Stefan Breijs is er weer op dinsdag 18 maart. Schrijf het alvast in uw agenda. En dan mag u deze data ook al aanstippen. Waarop de klok ontwaakt, de nieuwe dichtbundel van Kurt de Boot, wordt morgenavond voorgesteld in Mechelen. Een van de gastpoëten is Peter Holvoet Hansen. Luc de Bakker, die voor de scouts naar de grote meren in Afrika trok, leidt donderdag in Lille de film Shooting Dogs in. En in Putten komt volgende week maandag voor het eerst een stripleesclub samen. Thema is het dagelijkse leven in het beeldverhaal. En tijd nu voor Hilde Einekul. U moet haar kennen van Mrs. Livingstone bijvoorbeeld, van de verfilmde biografie van Pater Damiaan of van Gastons Oorlog, ook al verfilmd. De schrijfster groeide op in Turnhout en het is dus niet toevallig dat die stad af en toe nog opduikt in haar boeken. Ook in de nieuwste, Stigma. Nou, nou. Elise Dubois is eigenlijk een hele brave vrouw. Ze heeft geneeskunde gestudeerd en als specialiteit tropische geneeskunde gedaan. Ze verzorgt aidspatiënten. En ze is op een punt dat ze het een beetje moeilijk heeft met de professor. Dus daar begint het mee. En dan gebeurt er de ene zaak na de andere. Bijvoorbeeld, op een bepaald ogenblik krijgen enkele van haar patiënten, later blijkt al haar patiënten, chantagebrieven. Dat men in een periode dat er dus een enorm stigma op aids hing, ging bekendmaken dat zij aids hadden aan hun omgeving. En het zijn alleen haar patiënten. Maar dat is nog maar het begin. Zij denkt dat dat al het einde van de wereld is. Het wordt alleen maar erger. In 1985 is mijn toenmalige kapper gestorven van aids. Hij was een van de eerste personen in België die ervan gestorven is. En tijdens zijn laatste en vreselijke maanden was er eigenlijk maar één meisje dat hem kwam bezoeken. En dat was het meisje dat de hoofden waste in de zaak. Dus op het ogenblik dat iemand het meeste nood aan hulp, affectie en dergelijke heeft, stond die man er helemaal alleen voor. Angst, verstoting, eenzaamheid, niet weten wat te doen. Ook de dokteresse weet niet wat te doen. Ze is zelf ook bepaalde ogenblikken bang. Dus als er in haar gezicht gespuwd wordt van dus aids te krijgen. Dus men wist nog niet zo heel veel ervan. Nu weet men er meer van, maar het stigma blijft. Misschien. Het zijn gewoon mensen die plots voor het drama van hun leven staan, dat ze gaan sterven. En die uitgestoten worden vlak voor het sterven. Dus bij kankerpatiënten worden meestal omringd, gelukkig. Daar worden ze uitgestoten en ook nu nog. Ik had bij het lezen toch iets van een typisch Einekul thema, als ik dat mag noemen. Hoofdpersonage, een vrouw alleen met kinderen in een moeilijke positie. Niet toevallig, hè? Nee. Ik denk dat die persoon eigenlijk... Ik vind mezelf in Elise. Ergens. Terug. Hoezo? Manier van doen, van zaken kijken, proberen door te gaan enzovoort. Ik denk dat ik wel mezelf er een beetje in terugvind. Wie meteen aan het lezen wil, die kan dat. Bladwijzer heeft 5 exemplaren van Stigma opzij gelegd. Om erin te winnen moet u sms'en naar ons gekende nummer 3024. Dit was het voor vandaag. Volgende dinsdag breng ik weer een flinke stapel boeken mee. Dat is beloofd.